Ik ben nu echt heel zenuwachtig. Ik denk niet grappen. Wat doe je nou? Meneer! Nee! Hoi, ik ben Marije en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Zoetzuur, waarin ik samen met een gast of een guilty pleasure ga uitvoeren of zijn of haar angst onder ogen ga zien. En vandaag ben ik samen met Sophie. Woe! Wow! Sophie, hoe gaat het met je? Goed. Ik ga even mijn zonnebril opzetten, want het licht is echt veel te veel. Het is bloedheet. Weet je wat we gaan doen vandaag? Nee. Je hebt geen idee? Nee. We hebben hier namelijk een pot waarin zoete en zure snoepjes zitten. En aan de hand van die snoepjes gaan we dus een activiteit uitvoeren. De zoete staan voor guilty pleasures en de zure staan voor angsten. Wat zijn nou dingen waar jij stiekem heel gelukkig van wordt? Beetje basic dingen, zoals filmpjes kijken van puisten die worden uitgeknepen en operatiefilmpjes. Ik denk dat iedereen daar stiekem wel ooit naar heeft gekeken. Maar stel, we zouden zo meteen een zure pakken. Wat is nou iets wat je echt niet wil gaan doen vandaag? Iets met spoken. Iets met spoken, want dat is een van je angsten? Ja. Je gelooft in... Of dat ik van een gebouw af moet springen, geesten en vissen. Ik haat vissen. Vissen in het algemeen of zeg maar haaien vissen? Haaien, maar gewoon grote vissen die groot zijn dan dit. En je had het over van een gebouw afspringen. Ja. Ben je dan bang voor hoogtes of voor het feit dat je ergens af moet springen? Of... Nou, ik heb niet per se hoogtevrees, maar ik vind het niet zo leuk om aan een touwtje echt vanaf te hangen. Dus het is echt meer het idee dat je ergens vanaf springt en dat je aan een touwtje bungelt. Ja. Dat vind je een naar idee. Ja, dat zou ik niet zo... Nee, dan weten we dat. Ik ga je de pot overhandigen. Oh, goed. Grijp maar lekker diep. Kies een mooie uit. Dit is hem. Dit is hem. Ga je gang. Ik ben heel benieuwd. Nee. Is het zuur? Oké, wat hoop je dat we echt niet gaan doen vandaag? Met een haai samen van een gebouw springen. Oké, dan ga je met me mee. Heb ik een keus? Take my hand. Let's go. Sophie, hoe lang hebben we in de auto gezeten? Ongeveer anderhalf uur. Ik ben nu echt heel zenuwachtig. Ik denk niet grappen. Sophie? Er vliegt daar een vliegtuig. Nee, dat vind ik echt niet grappig. Ga jij met mij zo meteen uitspringen? Nee, dat durf ik niet. Jawel, je mag mijn hand vasthouden. Moeten wij met z'n tweeën eruit springen? Nee, niet aan elkaar. We gaan met een begeleider, iemand op je rug die waarschijnlijk duizenden keren gesprongen heeft. Ik wil niet even vliegtuig springen. Ga je met me mee, alsjeblieft. Heb ik een keus? Nee, maar durf je het? Nee. Maar gaan we het doen? Maar ik ga het wel doen. Maar ik ga waarschijnlijk wel huilen en misschien ga ik jullie ook uitschelden. Maar... Het mag allemaal. Als het heel veel aan. Dat vind ik echt leuk. Oh, maar ik vind het zo, zo leuk. Jij bent echt blij, hè? Maar denk je dat er een moment gaat komen waarop je zegt ik ga het niet doen? Of ja, als ik daar in de lucht zit. Ja, maar ga je het dan... wel nog doen? Nee, of... dat moet. Want als ik dat niet doe, dan krijg ik spijt. En dan zit ik daar echt nog 3 jaar lang mee. Oké, dus we gaan niet straks een jankende breakdown Sophie krijgen? Ja, misschien wel. Ongetwijfeld. Oké. Ja. International Teuge Airport. Oh my fucking god. Helemaal kut. Maar het is dus niet de angst van de hoogte. Het is echt niet, het vallen. Het is echt het feit dat je naar beneden valt. Ja, en dat ik dan bang ben dat die parachute niet open gaat of zo. En gewoon dat hele vrije valgevoel altijd. Maar ik ga je één ding vertellen. Het voelt niet alsof je valt. Hoe voelt het alsof je vliegt? Nee, maar weet je wat het ding is? Als je valt, dan zie je de grond naar je toe komen. En dan zie je, weet je wel. Maar je bent zo hoog. Dat je niet het gevoel gaat hebben dat je valt. Je zweeft letterlijk en ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar je gaat het meemaken. Dat is zo ik ga leuk. Denk ik in mijn broek plassen, terwijl ik in de lucht zit. Je hebt wel nog iemand op je rug, dus daar moet je even... Ga plas maar. Toch niet over hem heen? Hij zit toch boven mij? Sophie, ik heb er zoveel zin in. Ik niet. Oh my god. Maar kijk, ze vliegen. Kijk even. Ja, maar ze gaan echt hard. Daar zijn wij straks. Dat nou, ik ook tegen jou zeg, we gaan toch niet uit een vliegtuig springen. Oh. Jij kan wel goed acteren. Als je daar al over liegt, waar lieg je dan nog meer over tegen me? Oké, dus dit is zeg maar voor als we neerstorten, dan... Was het op eigen risico. Ja, leuk. Nou, we kunnen gewoon eerst nog een drankje doen. Even alles wegdrinken. Mag je ook dronken springen? Ik denk het niet hoor. Ja, ik ben hier niet vrijwillig, laat ik het daarop houden. Echt niet? Nee. Waarom? Nou, ik kreeg pas ongeveer een kwartier geleden te horen dat ik dit ging doen. Oh, ja. Jongman,
Ziet er wel stoer uit, of niet? Oké, ik zit erin. Zit je erin, meid? Ik zit erin. Je moet wel je schoenen goed vastmaken, hè? Ik ga mijn veters even strikken. Die paniek. Oh, maar. Thank you. Het is altijd lastig, er zitten twee vast. Twee man tegelijk. Ja, en een hele luxe stoel en zo. Je zit er weer geklopt op je schouder. Ga je handen naar binnen. Ja? Normaal gesproken, als we wat verder omhoog zijn, onder goed vastgesnoerd, kan zijn dat het allemaal zo raakt. Kijk eens hier. Alright! Het zit toch wel mee of niet? Nee! Wat is dat leuk? Ik leef niet meer. Hé, je mag opstaan. Fijn. Ja, daar komt Marije in de tijd van te leven. Blijf goed. Woehoe! Alles zat in de weg. Oh my god! Gaan jullie wel goed gedaan, hè? Holy shit! Nou, eerste reactie. Oh, ik wil nog een keer. I want to go again. Woo! Zo. Hey, meid. Yes! Gefeliciteerd. Waar is Sophie? Hier. Ja! Oké, hoe was het? Zag je mij voordat ik het vliegtuig uit moest? Dat het zij was aan het smoezen. Maar was grappig, en die man, ik zat aan hem vast, dus ik kon zo, hij duwt me gewoon naar voren. Op een gegeven moment hing ik al uit dat ding en ik zo, nee, nee. En hun deed aan mijn hoofd trekken, zijn hoofd naar achteren. Ik zo, nee, nee, nee. En toen in één keer, toen voelde ik, maar dat vallen gaat hard, jongen. Maar ik had, toen had ik mijn ogen dicht en in één keer, toen had ik ze open. Je moest ze niet mijn dicht. Mijn ogen gingen dicht ook. Ja, mij ook. Heel wel pijn. Weet je, ogen zaten 3 kilometer. En toen ging die cameraman, op een gegeven moment ging hij echt zo omhoog. En toen dacht ik, oh, daar ga ik. En die parachute, en dacht, oh. Dat was wel leuk. Dat die parachute open gaat. Ze heeft twee... toch nog iets leuk gevonden. Het vond ze weer. Zullen we nog een keer? Nee, zeker niet.
Andersom. Dankjewel. Gefeliciteerd, meid. Oh, we gaan zoenen. Dankjewel. Hey, dit hebben we gedaan. Hè? We zijn er 4 kilometer geweest, 45 seconden, 200 kilometer per uur naar beneden. Tot de volgende keer. Je bent niet waar. Kijk eens even. Jij ook niet. Oh. Ik ben kapot. Maar wat vond je ervan? Heftig. Heftig? Echt heel heftig. Iedereen heeft echt me uitgelachen daarboven. Dat is echt niet normaal. Maar heb je een beetje je angst overwonnen? Ja, wel. Ja, ik had wel echt geluk dat die mannen daarboven me er echt uit hebben geduwd, zeg maar. Letterlijk. Het is niet, nog steeds niet je ding. Zou je het nog een keer doen? Dus als ik jou over een jaartje bel en ik zeg, Sophie, zullen we vandaag even uit de vliegtuig springen? Wat zeg je dan? Ja, ik denk het wel. Ja, ik weet het niet. Eigenlijk was het toch best wel stoer. Ja. Als je nou net zo trots bent op Sophie als ik, laat dan vooral even een vliegtuigje in de comments achter. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week. Doei! Zo, ik ga mijn bed in.